Koppel geeft. Kanon daar! En een redding van Koremans. Immers nog. Eerste grote echte kans is voor ADO Den Haag. Kanon en Neesiet dicht bij de 1-0 voor de thuisclub. Het is dat Koremans daar staat. Meijers. Scherp. Oeh, bijna erin. Koremans moest redding brengen. Moeilijke bal. Of het zo bedoeld was. Ja, een peinzende blik. Meijers. Neesiet. Matthij. Meijers. Awassar. Abels. Fisoglu. Arawi. Bilal Dervisoglu. Raihi. Dit zou de kans voor Sparta kunnen zijn. En dit is gelijk de goal. De eerste kans voor Sparta is gelijk een goal. Mohamed Raihi met de 0-1. Tja. Over effectiviteit gesproken zeg. 25 minuten lang zie je niets. En ineens zit hij erin. Omdat Raihi zomaar kan doorlopen zonder dat hij gedekt wordt. 0-1. Fisoglu levert in. Pinas. Goppel. En daar komen de Spartanen weer. Na een foutje van Goppel. De Spaaien. Niets aan de hand, zegt Hichler. Doorvoetballen. En dat doen ze ook bij ADO. En dit ziet er perspectiefrijk uit. Immers. Valkenburg. Veel Spartanen toch weer terug. Dat had echt sneller gemoeten. Het tackle Beugelsdijk. Laat zijn rechter even hangen. En gelijk 5-6 Spartanen. Dat dit echt niet kon wat Beugelsdijk daar deed. Geel is er voor Koremans, denk ik. Protesteren. En kijk, raakt hem met de knie in de ribben. Eerst hier. Faaien, ja. Ja. Zo'n 50-50 situatie. Maar Hichler staat er dicht op. En besluit geen strafschop te geven. De Spartanen vrolijk met zijn 500. Meijers. Goppel. Goppel laag richting Neesiet. Die dat niet begreep. Kennelijk omdat dat volgens hem te makkelijk verdedigen was. Meijers met de hoekschop. Die valt goed voor Neesiet. Ja. Wat moet je ervan denken? Kanon. Immers. Atletisch door Abels. Adil Awassar. Fisoglu. Daar gaat Raihi weer. Is hij er weer door? Wat doet hij nu? Laag. 0-2. Ongelooflijk. Weer Raihi. Zijn derde van het seizoen. En weer kon hij ongehinderd doorlopen. Min of meer exact. Zoals bij de eerste goal. Die eerste ging hoog. Die tweede ging laag. Ze zaten er allebei in. Sparta staat met 2-0 voor in Den Haag. Paaien. Smeets. Haroui. Awassar. Smeets goed doorgelopen. Achter voor de goal. Maar het gaat naar de tweede lijn. Raihi. Verrassend gedaan door Brian Smeets. Niet voorgeslingerd voor Achter. Maar tweede lijn gezocht met Raihi. Goppel. Bakker. Goppel. Vriends. Immers. Achter. Hier is Haroui. Kan zomaar schieten. En maar net voorlangs. Ongelooflijk hoe makkelijk Sparta dan zonder zelf echt goed te voetballen
tot 3 keer toe een kans krijgt om te scoren. En daar 2 keer mee succesvol is. Valkenburg is er niet meer bij. Ulcik officieel zijn vervanger. En ook Tijmen Goppel staat niet meer in het veld. Hij zou dan vervangen worden door Hooy. Dus 2 nieuwe flankspelers voor de ploeg van Alfons Groenendijk. Nog eens inbrengen. Vriends krijgt hem nog aardig op goal. Niet met veel kracht, maar toch. Beugelsdijk gooit hem er maar eens overheen. De Chik nee ziet. Matthij. Haroui zegt komen. Ik ga hem naar jou koppen, maar dat lukt niet. Immers. Hooy. Mooie controle. Hooy met rechts. Hooy dus binnendoor. Nu schiet ruimte voor Elson Hooy. En langzaam veert het publiek in het Cars Jeans Stadion toch weer wat op. Dit was in elk geval iets. Vriends. Abos. Haroui. Dervizoglu. Smeets. Dit loopt gesmeerd. En schitterend schot van Brian Smeets. Scheert over. Maar wat komt Sparta er dan efficiënt uit? Ja, nog altijd 0-2. 3 gespeeld 0 is wel een doemscenario, hoor. Het is om moedeloos van te worden. Ja, Veldwijk erin. Hij vervangt, zoals altijd, Ache. En Danny Bakker wordt eraf gehaald. Michiel Kramer is terug in Den Haag. Ondankbare taak natuurlijk. Maar je weet het niet. Je weet het niet. Het is nog een kwartier. Beugelsdijk. Bal is binnengebleven. Beugelsdijk. Weer een sleep. Oh, Immers. Ulcik. Daar is hij. Nee, ziet. Nee, weer Vriends. Het is toch wel ongelooflijk hoe sterk Bart Vriends vandaag speelt. De beste verdedigende kopper in de Eredivisie. Laat het hier weer zien. Maar wat kan hij dit toch goed? Beugelsdijk. De hoekschop zit erin. Die zit erin. Ja. Het is Immers. Het kan nog. Het alles of niets spelletje is begonnen. 1-2. Strakke bal van Meijers. Voor Beugelsdijk. Legt neer voor Kramer. Nee, ziet. Kramer is daar nog. Wordt vastgepakt en probeert een omhaal te maken. Niet erg genoeg voor een penalty, maar hij werd vastgehouden. Ja, zo. Hij werd vastgehouden, maar hij ging zelf achterover voor de omhaal. Hichler luistert naar de videoref en vindt het geen penalty. Laros Duarte. Die is erdoor. Maar hij krijgt hem niet lekker mee. Dan wordt er hands geclaimd. Kanon zou dat hebben gemaakt. Hichler doet er niets mee. Dus Sparta moet terug. Van Ewijk weer. Kramer. Het zijn toch fijne balletjes, hoor. Die ze elkaar af en toe toekoppen. Nu Kramer. Nog 3 minuten. Hooy is klein. Fire out binnen. Probeert op te ruimen. Lukt niet. Meijers. Van Ewijk. Ulcik. Van Ewijk. In 1 keer. Aangeraakt. Met de arm. Korte corner. Dit kan dan wel eens het moment zijn. Jazeker, dat klopt. Maar buiten de 16. Hichler gefloten. Korte corner met Meijers. Kramer krijgt hem niet op goal. Hier is nog Pinas. Laag. En niemand die inglijdt. Niemand die eraan komt. Sparta komt goed weg. Nog een hoekschop. Korreban zit mis.
Heel dichtbij de 2-2. Nog eens goed kijken. Nesit. Net naast. Hoe close kun je zijn? Abels. 1 minuut nog. Hoi. Immers. Nesit. Tweede grote kans op de 2-2 voor Thomas Nesit. Dat is dan een dun draadje. Tussen 1 en 0 punten. Sparta komt op 7 punten uit 3 wedstrijden. En ADO, kijk die ontzetting. Na 3 wedstrijden nog steeds op die hatelijke 0.